Het lijkt erop dat Joost Klein in korte tijd een opmerkelijke opmars maakt in de race naar de overwinning van het Eurovisiesongfestival. Binnen minder dan een week is Joost met zijn meeslepende lied Europapa gestegen naar een indrukwekkende derde plek bij vooraanstaande wetkantoren zoals Bed 365, Bedson en Unibed. Met het Eurovisiesongfestival om de hoek draaien de wetkantoren overuren en wordt de markt bepaald door de gokkers zelf. Het fenomeen is eenvoudig. Hoe meer mensen hun vertrouwen uitspreken in een bepaalde Songfestival-inzending, des te hoger stijgt deze op de lijst van de boekmaker. Bij Unibed is Joost Klein nu een opvallende derde positie ingenomen. Dit duidt erop dat steeds meer mensen overtuigd raken van de potentie van het nummer Europapa. De populariteit van het nummer is niet verrassend gezien de enorme stijging in online streamingactiviteit. Op YouTube wordt het nummer van Joost keer op keer afgespeeld, met een indrukwekkende 2,2 miljoen streams binnen de eerste 24 uur na de release. Enkele dagen later is dit aantal zelfs gegroeid tot een verbluffende 6,6 miljoen streams. Opvallend is dat de inzendingen van andere deelnemende landen niet in de buurt komen van deze imposante aantallen. Het meest beluisterde nummer van een ander land op het Eurovisiesongfestival behaalt slechts 2 miljoen streams op YouTube, waarmee de indrukwekkende prestatie van Joost Klein des te opmerkelijker wordt. De boekmakers waren aanvankelijk niet onder de indruk van Joost Klein. Voorafgaand aan de onthulling van Europapa, stond Joost op een bescheiden 21ste plek bij de buitenlandse wetkantoren. Op de dag van de onthulling daalde hij zelfs naar plek 23. Deze opwaartse beweging van de 23ste naar de huidige derde positie is een duidelijk bewijs van de groeiende populariteit en het geloof in de kansen van Joost Klein om het Eurovisiesongfestival te winnen. Het lijkt erop dat Europapa niet alleen muzikale harten verovert, maar ook de gokmarkt op zijn kop zet.